hoewel wij overwegend in het kustgebied het virus goed beheersen, is er nog steeds een verhoogde dreiging door de recent gerezen situatie aan onze grenzen, zowel oost, west als zuid. Ik heb daarom de navolgende besluiten genomen. 1. De huidige partiële lockdown maatregelen worden met 14 dagen verlengd. 2. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht. 3. De grenzen blijven gesloten terwijl de controle verder wordt opgevoerd. De grenzen zijn ons probleem. De komende 2 weken zullen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te hebben van de resultaten van de repatriëring en de preventiemaatregelen in het binnenland. Ik ben mij er terdege van bewust dat de COVID-19-crisis verder gaat dan gezondheid alleen. Velen van ons hebben reeds een aangepaste levensstijl aangenomen. De economische impact zullen wij nog lang hierna voelen. Aankomende week wordt het overbruggingspakket gepresenteerd. Dat wan taki, u sapta wan los ma abe moeilijk. Wallo chim bedrijf tapu. Wallo hosal mang, wallo poku mang. Wallo sma sang bevinden de brede. Tap wan trafasi leek fa de venena overheid. De invallig bij je probleem. Dus u de bezig aan regeren no. Voor in elk geval jide ma wan libi. Zodat hij de kan horen in de tap watra, zonder dat hij de naam van de familie zong helemaal. Dit is bedoeld nogmaals ter verlichting van de hoogste noden, zodat u zich kunt focussen op wat belangrijk is, uw familie, uw naaste en uw plan voorwaarts. Het ligt aan ons aller gedrag als gemeenschap om te bepalen wanneer wij kunnen overgaan tot aanpassing van maatregelen. De uitdaging is om ons klaar te maken en in te spelen op de kansen die er zijn. Deze is de opdracht vanuit het volk aan de regering van ons geliefd land. De opdracht is dan ook universeel, ongeacht wie zal regeren. Hoe zullen wij omgaan met de negatieve sociaal-economische gevolgen van COVID-19? En hoe spelen wij in op nieuwe mogelijkheden die ontstaan zijn juist vanuit COVID-19? Vandaag vangt de Ramadan-periode aan. Mag ik aan allen en in het bijzonder aan onze moslimgemeenschap een gezegende Ramadan toewensen. De uitdaging blijft voor ons allen om in gebed te blijven gaan. Laten wij ons geloof sterken, balans vinden en iedereen in Suriname de kracht geven om hier sterker en reiner uit te komen.